Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. In Sint-Ursulijn moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan. Dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind dat je daarmee veel te veel kans geeft voor allerlei mistoestanden. Die zijn er nu al als je bij het station komt. En je moet daar toch mensen, senioren van de trein halen. Dan heb je gewoon een probleem. Bij slechtweer en dergelijke kun je niet parkeren. Er is gewoon overlast. Dus als je dit doet, heb je nog meer overlast, meer onveiligheid, meer onvrede. Niet doen. Parkeren in de centra moet gratis worden. Ook kost het de gemeente geld. Daar ben ik mee eens. Ik vind de auto is sowieso een melkkoe. En ik vind je moet de bereikbaarheid, ook voor de middenstand en voor het centrum, voor culturele dingen, moet je zorgen dat mensen goed kunnen parkeren en gratis. Het moet geen melkkoe zijn. Je moet het aantrekkelijk maken. En je ziet het bij winkelcentra, bij andere manifestaties en dergelijke in de regio. Zie je gewoon dat mensen daar naartoe gaan. Omdat ze goed, makkelijk en gratis kunnen parkeren. Dus wij zijn voor. Het is goed opgevallen. De gemeente mag bezuinigen op kunst en cultuur. Dat is ook een moeilijke. In principe staan we natuurlijk achter kunst en cultuur. We vinden dat heel belangrijk. Maar als je kijkt naar het huishoudboekje van de gemeente, dan zijn er wel andere dingen te doen. Dus hier en daar zal er toch iets geknepen moeten worden om je begroting op orde te krijgen. En dat zal dan hier en daar pijn doen, maar het kan niet anders.